Dames en heren, wat ben ik blij om jullie allemaal weer in levende lijven te zien. En hopelijk kunnen we vanaf nu weer jaarlijks onze gezellige bijeenkomst houden. Het middelpunt vanavond is geen corona, maar Toon Jeurzen en zijn boek uit 1957. Sommige critici, sommige historici hebben commentaar op zijn boek. Het is te fragmentarisch en zijn voetnoten zijn niet allemaal compleet. Maar wat dan vergeten wordt, is de omstandigheden waarin dat boek geschreven is. Dus ik neem u terug naar 1933, toen Toon begonnen is met dat boek te schrijven. Onderwijzer zijn in die tijd was geen vetpot. En de hulpmiddelen van de huidige onderzoeker had Jeurzen ook niet tot zijn beschikking. Toch was het begin voor Jeurzen gemakkelijk. Hij pakt de fiets en gaat op bezoek bij de pastoor. En met een beetje geluk krijgt hij toestemming van meneer Pastoor om in de kerkelijke archieven te mogen snuffelen. Gewapend met een schriftje en een potlood worden de meest belangrijke stukken doorgelopen en opgeschreven. Tegenwoordig zouden we een foto van het archiefstuk maken. Met een mobieltje. Alleen, die bestond in 1933 nog niet. En iedereen heeft praktisch tegenwoordig wel een computer in zijn huis. 1933 moest de computer nog uitgevonden worden. En de PC, die kwam in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. In het kerkarchief heeft hij bijvoorbeeld gezien dat er relaties zijn met de kerk in Zanten. Na een vermoeiende dag op school, de kinderen waren lastig vandaag, zet hij je achter zijn bureau om in zijn beste Duits een brief te schrijven aan de pastoor van Zanten. Hij weet het adres niet. Dus, wat schrijft hij? Aan meneer Pastoor, Zanten, Duitsland. En in 1933 was dit voldoende om die brief te laten bezorgen. Nog even een postzegel plakken en dan morgen op weg naar school de brief in de brievenbus doen. En nu maar hopen dat de pastoor van Zanten de moeite wil nemen om de gevraagde informatie op te zoeken en op te sturen naar Millingen. Natuurlijk werd het archiefstuk zelf niet opgestuurd en een kopieermachine had de pastoor niet. Dus overschrijven en per brief sturen. Zo komt de informatie beetje bij beetje, brief voor brief binnen. En elk antwoord roept weer nieuwe vragen op. De olievlek wordt steeds groter en het aantal brieven ook. Het zal u duidelijk zijn geworden waarom Jeurzen spreekt over sprokkelingen. Hij sprokkelde letterlijk de informatie bij elkaar. Wat een verschil met tegenwoordig. Vooral het zoeken is veel anders geworden. Via internet zijn miljoenen krantenpagina's te vinden en te downloaden. De collecties van archieven en musea zijn vaak online beschikbaar. We moeten Jeurzen dankbaar zijn dat hij stug volgehouden heeft. Het resultaat, een omvangrijk boek met heel veel informatie over Millingen en over de Millingse geschiedenis. En een boek met hiaten. Maar als voorzitter van het Millings Jaarboek ben ik juist blij met die hiaten. Ze vormen namelijk de perfecte start voor nieuwe artikelen die wij dan weer graag in het Millings Jaarboek willen opnemen. We zijn trots op deze heruitgave. Het is een heel mooi boek geworden. En Ries en Anita, jullie kunnen trots zijn op jullie vader en op zijn nalatenschap. Namens Stichting Millings Jaarboek wil ik jou heel erg en de familie bedanken voor de medewerking die we van jullie hebben gekregen. En ook de financiële support. Daar zijn we heel erg blij mee. En we zijn er trots om jou het eerste exemplaar uit te reiken. Fantastisch. En heel erg bedankt voor de samenwerking. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Meneer Jeurzen was een mester Jeurzen, zeggen ze hier. Hè. Dat was een hele gedreven man wat betreft zijn werk, zijn onderwijstaak en ook zijn activiteiten waar hij mee bezig was met het boek, met de geschiedenis. Het boek is geschreven vanaf 1933, dus toen is mijn vader daarmee begonnen. En in die periode, Ton die vertelde het al, zo van, was het heel moeilijk om de gegevens die besloten lagen in de archieven, om die tevoorschijn te halen. Ik weet niet of je dat... Het is totaal anders, niet vergelijkbaar met de huidige tijd. En hij heeft daar heel veel moeite in gestoken en heel veel
voor gedaan. Vorig jaar hebben we het boek van Hentje Egberts opnieuw uitgegeven. En toen kwam direct de vraag, zouden jullie het boek van minister Jurissen ook niet opnieuw uit kunnen geven? Een aantal mensen hadden het niet, maar wisten het van het bestaan. Een aantal andere mensen was het boek toch wel een beetje uit elkaar gevallen na zoveel jaren. Dus dat was eigenlijk de reden dat wij hebben gezegd van oké, dat gaan we doen. En toen hebben we dat ook echt gedaan. Kijk, dit is het boek geworden. Het is hardcover, 323 pagina's in kleur. En het is voor 19,50 is het vanaf morgen te koop bij de Primera en bij Hebbes in Milling aan de Rijn. Wat ik geweldig vind is dat de Stichting Millings Jaarboek dit onderwerp, de geschiedenis, weer opgepakt heeft om mensen te stimuleren om hun eigen geschiedenis te vertellen en of te schrijven over hun eigen geschiedenis. Want ik denk dat dat heel belangrijk is voor de mensen later, voor de kinderen, om te weten zo van hoe de geschiedenis in elkaar zat. En ik ben heel blij dat jullie dat gedaan hebben. Ja, wij vonden het heel leuk. Ja, ik vond het een heel mooi proces. Ja.